het leven. Het leven betekent niks voor mij en elke nacht hoop ik eigenlijk dat ik gewoon doodga in mijn slaap en niet meer wakker word. Maar, snap je? Het feit dat jullie naar deze video kijken betekent eigenlijk ook dat jullie te veel tijd hebben en dat jullie dit graag verspillen aan naar mij kijken en naar mijn kutvideo's kijken. Mijn leven is saai. Ik drink mij elke avond gewoon de tering in en dat doe ik alleen. Omdat ik geen vrienden heb en mijn beste vriend, dat ben ik. Acid is mijn beste vriend en samen drinken wij ons elke avond gewoon naar een andere wereld. Maar vandaag. Vandaag is het tijd om jezelf ervan te overtuigen dat jullie ook zo zijn. Vandaag is het tijd om je leven te beteren. Vandaag is het tijd om te stoppen met wakker worden en geen fuck doen. Vandaag is het tijd om je leven te beteren. Ik ga jullie aantonen dat het leven niet alleen gaat om drank en kotsen en vrouwen en allemaal andere dingen. Dames en heren, vandaag is het tijd om jullie te leren over het geweldige. Het geweldige fenomeen dat men lifehacks noemt. Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Smash zeker een duimpje omhoog, want na deze video zal het niet meer hetzelfde zijn. Ik weet eigenlijk echt niet wat ik zeg, maar let's fucking go. We kennen het allemaal wel, je loopt je kamer binnen en je deur dicht en opeens is het fucking donker. Wow, what the fuck? Lifehacks, dames en heren. De tip, doe het licht aan. Ah, veel beter. Ha. Zoals je ziet, dames en heren, lifehacks zijn helemaal geen grapjes. Let's fucking go. Bent u bekend op internet en wordt u constant gestoord door stomme fucking toeristen? Fucking hell, rot op! Dan is Lifehacks hier om u te helpen. Schrijf een korte, harde, begrijpelijke boodschap op een stukje papier. Maar onderschat dit niet, dit kan moeilijk zijn. Het is moeilijk om expressies uit te drukken op papier, maar doe uw best. Schrijf uw gevoelens neer op een blad. En wanneer u klaar bent, neemt u dit blad en hecht u het vast aan uw deur. En hierdoor kunt u genieten van uw welverdiende rust. Lifehacks! Het is zo koud. Ik heb zo fucking koud. Lifehacks! U had er waarschijnlijk niet aan gedacht, maar een trui aandoen helpt. Tweeten dat u koud heeft is niet de oplossing. Wow, hé. Ik heb ineens warm. What the fuck? Waarom heb ik hier nooit iets op geleerd op school? What the fuck? Zoals u ziet, Lifehacks heeft tips aan de moeilijkste zomersituaties. Lifehacks! Stel u voor, het is zomer en het is zo warm dat u uzelf niet meer kunt bewegen. En u bent oververhit. Wat moet u doen? Het is veel te warm. Het is veel te warm. Veel te warm. Lifehacks biedt u de oplossing. Neem een koude, lekker verfrissende douche en uw lichaamstemperatuur zal dalen. Ik doe alsof dat dit lekker is, want dit is echt fucking koud. Jee, verfrissend. Lifehacks. Heeft u last van het ik vind TouchTuber en Armoise Ride goede YouTubers virus en kunt u maar niet stoppen met het kijken naar een geweldige YouTube video's waar superveel werk in zit? Dan is Lifehacks hier om u te helpen. Vernieuw uw laptop zo snel mogelijk. Want ja, als u dit probleem heeft, dan kunnen wij u zelf niet helpen. Lifehacks. Wilt u graag witte tanden, maar lijkt de wereld niet mee te helpen? Fuck! En probeert u echt alles om uw tanden wit te krijgen? Fuck! Dan is Lifehacks hier om u te helpen. Fuck alle tandpasta, koop 20 graden zonnebrand en uw tanden zullen stralend wit zijn. Yeah! Witte tanden! Zoals u ziet, deze man is gelukkig. Lifehacks! Ligt u elke dag te niksen in de zetel? En kijkt u stomme series die normaal niet bekeken worden? Maar vergeet u het feit dat u stinkt naar natte hond, zweet en mensen die op de trein zitten en stinken naar kattenpis. Dan is Lifehacks hier om u te helpen. Gebruik een erg grote hoeveelheid zeep. Maar echt fucking groot. En duw dit dan in je gezicht. Maar echt hard. En daarna spoel je het met precisie af. Mijn kruid lekker.
En het zeep brandt in mijn ogen. Maar zorg wel dat het zeep niet in je ogen terechtkomt. Zeep in ogen is niet fijn. Lifehacks. Bedankt om 5 minuten van uw dagelijkse tijd te verspillen aan Lifehacks. Vond u dit nu een leuke video? Smash dan zeker een duimpje omhoog. En bij 25.000 duimpjes komt er een part 2 van Lifehacks. Nuttige tips om uw leven te beteren. Dankjewel. Yeah, fuck off.